29 mei werd er bij Kindcentrum Zuidbroek een waterfeest gehouden. Dit feest wordt georganiseerd door de buurtsportcoaches van Midden-Groningen met als doel om te benadrukken hoe belangrijk het is om genoeg water te drinken. Gezondheid betekent natuurlijk dat je lekker in je vel zit, hè? Fysiek, dus met je lichaam en hierboven, dat je lekker in je vel zit en je kan jezelf een paar kleine tools geven. En dat is gezond eten, werd net al gezegd, gezond drinken en natuurlijk veel bewegen, slapen. Dat zijn allemaal tools, hulpmiddeltjes om te zorgen dat je zo gezond mogelijk blijft. Hè? Dat kunnen we kunnen niet alles garanderen. Best wel een uitdaging denk ik om de jongeren op gezond gewicht te krijgen. Wat voor stappen gaan jullie daarin ondernemen? Nou ja, de eerste stap die gaan we vandaag maken. Omdat vandaag gaan we deze watertap onthullen. En alle kinderen krijgen ook deze duurzame waterfles. En hiermee gaan de kinderen vanaf nu alleen water drinken op school. En alle zoete drankjes, dat wordt zeg maar de uitzondering. En het water drinken, dat wordt zeg maar normaal. Komt ie 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah! Ja, doe Ron en jij drukt hem erop. Drukt hem erop. Hoppatee. En dan komt er gewoon water uit. Ja, je moet het zo zien. We staan voor, het staat ook hier nog heel groot op mijn t-shirt. Gezonde jeugd, gezonde toekomst. Daar geloven we in. Ik denk dat als je verandering wil aanbrengen, dan moet je dat jong doen. Ja. Dus jong het goede voorbeeld geven. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat je laat zien dat het ook leuk kan zijn om gezond te eten. Dat het lekker is om buiten te gaan spelen en actief te zijn. En zo een levensstijl aan te gaan nemen. En ik denk dat het is natuurlijk alom bekend wat gezondheid nou eigenlijk is en wat je daarvoor zou moeten doen. En als je vandaag nu een paar kinderen al in beweging kan krijgen en ze laat zien van hey, het is eigenlijk is fruit hartstikke lekker. Ja. Hè, daar zit je winst en dat kan je maar beter zo vroeg mogelijk doen. Ja. Want ja, je kan je flesje ook vullen bij de wc, maar dat is natuurlijk niet zo fijn. Dus vandaar dat we een speciale watertrap hebben aangelegd om te zorgen dat kinderen het ook gaan gebruiken en het leuk vinden om een fles daar te vullen. Ja, dus eigenlijk om het voor de jongeren zo laagdrempelig mogelijk te maken. Zo is dat, ja, inderdaad.